Maar ook binnen Rusland zelf is van alles gebeurd waar we eigenlijk vrij weinig over horen. Uh, nou, je zag het net in het fragment al een beetje. Hè? Er is bijvoorbeeld uh, de advocaten van Navalny, die zijn gearresteerd een week geleden. Dat is echt, heeft een schokgolf uh, teweeggebracht in Rusland. Want dat is voor het eerst eigenlijk dat advocaten dus uh, gestraft worden omdat ze iemand bijstaan en gewoon hun werk doen. Je, en dat, dat laat gewoon een enorm nieuwe golf van repressie zien. Advocaten hebben nu ook in Rusland deze week eh, 200 advocaten zijn gaan staken. Omdat ze zeggen wij kunnen ons werk niet meer doen. Onze collega's zitten vast omdat ze iemand bijstaan. Ja. He, en het, het wrang is natuurlijk ook. Ze zitten vast omdat ze van terrorisme worden beschuldigd. Omdat Navalny's organisatie als terroristische organisatie bekend staat. Maar ondertussen heeft Poetin goede banden met Hamas. Die staan niet op de terrorisme lijst bijvoorbeeld. Weet je wel?